Hartelijk welkom bij het jubileumconcert van Pop en Musical Core Nieuwsavond. Wij verzoeken u vriendelijk, toch dringend, uw mobiele telefoon uit te schakelen om zo ongestoord te genieten van een geweldige muzikale avond. Het orkest staat onder leiding van Richard Fitzhugh. Ja,
collega en ik jullie allemaal van een drankje voorzien. Goed, biers. Biers, ja, dat zou ik ook kunnen gebruiken. Thank you.
Nou, voor iedereen serveren wij nu een lekker hapje aan de bar. Of, nou ja, dat wil zeggen voor een koor dan. Maar, lief publiek, wij laten u natuurlijk niet ongezorgd achter. Dus, mag ik een groot applaus voor dansvereniging Dancing Down! Why is my heart
borst en er staat helemaal niemand achter de bar. Nee, dat moet je mogelijk staan hier. En ik ook. Zo jij ook? Nou, Dus nu staat er dus niemand achter de bar? Nee, dat klopt. Maar... Ja, we'll be right back.
Hey.
gezin heeft natuurlijk. Wij, nou ik wel. Ja, ik ook. Ja, de dansen op een natte vloer is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus daarom, we hebben natuurlijk ook beloofd dat we de artiesten flink in de watten zouden leggen. Dus daarom maak ik weer de vloer wel. Verder niet. Dames en heren. Dansvereniging Dance in Delft. I feel your fingers.
so unreal. You believe that it's true. A dance of death, out of a mystery tale. A frightened princess doesn't know what to do. Yeah.
zo enthousiast, we kunnen toch nog wel één nummer doen. Eén. Ja? We kennen er nog één nummer. You will be fine.
in sound van dit geweldige koor. Namens dit geweldige koor mag ik iedereen bedanken die op enige wijze heeft bijgedragen aan het succes van deze avond. Familie, vrienden, kennissen, instanties, noem het maar op. Iedereen is ontzettend bezig geweest het afgelopen jaar om hier naartoe te werken. Dus ik wil iedereen bedanken, mensen van Licht en Geluid. Dit concert was echt niet mogelijk geweest als onze geweldige jubileumcommissie niet heel actief was geweest. Dus ik wil graag de mensen van de jubileumcommissie naar voren hebben. Aan de voorzitter van deze commissie en tevens bestuurslid, Harry Klaan. Die commissie bestaat natuurlijk uit een aantal personen, want een commissie uit één persoon, dat is natuurlijk niks. Ik wil eens even aan jullie voorstellen, Vronie die als eerste met Els en Loes 10 jaar geleden het koor heeft opgericht. Katie, Riet en Thea die mij ook hebben geholpen. We zijn een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. En zij verzonden allerlei leuke dingen zoals een loterij, boekenmarkt, kerstmarkt, komkommerverkoop. Applausje voor deze drie dames. En dan Maya, ik weet niet of jouw broer Koos in de zaal zit. Ja. Maya met Koos, samen heel veel PR-zaken gedaan. De flyers, de banners. Met Hans, de man van José, het programmaboekje hebben geregeld. Een applaus voor Maya. En dan eindig ik bij mijn mannelijke maatje, Chris. En Chris die is, zoals je ziet, of dat zie je nu natuurlijk, maar jullie zagen dat al toen jullie de zaal binnenkwamen. Hij heeft met een aantal mannen die hier achter staan decor ontworpen. En Chris, we hebben je ook gehoord bij de KRO ook op de feestavond. Je weet wat een feestje hier is. Ja. Dan moet ik graag naar voren roepen de dames van Dancing Delft. Delft hebben een bloemetje, wat bestemd is uiteraard voor jullie allemaal. Dan wil ik graag naar voren onze geweldige solisten. Milan van der Linden. En jullie hartelijk bedankt voor jullie geweldige samenwerking. En wat is er mooier als een vader een bloemetje kan overhandigen aan zijn eigen dochter? Ik wil er graag bedanken Laura Bergmans. Ze zit daar ergens in het donker, ik kan het echt niet zien. Ik weet niet of jij in staat bent om naar voren te komen. Nee. Maar ik ben aan de bezig geweest met de podiumpresentatie. Moet je nou echt sponsoren? Maar lukt het niet? Lukt het wel? Ja, goed. Nou, dan zal ik u vertellen dat wij hebben als koor nog nooit al die bewegingen op het toneel gemaakt. Wij staan daar gewoon keurig netjes met een map in onze handen. Maar Laura heeft het voor elkaar gekregen
om ons aan de gang te krijgen. En ik kan u zeggen, de eerste keer, nou, er was echt paniek in de tent. Tjonge, iedereen had zoiets van, gaan we dit echt wel doen? Maar ze heeft rekening gehouden met ons koor en de mogelijkheden. En ze heeft op keur netjes ingevuld. Wilde ik ook, jullie zien dat niet, en ik ben ook niet, ik durf niet verder naar voren. Dank wel, mooi net, maar hier zit een orkest van 17 mensen. Ze komen van allerlei windstreken, en wij hebben ze daarom maar de naam gegeven, Downtown Delft Orchester. Maar jullie hebben het geweldig gedaan, en jullie hebben eigenlijk niets kunnen zien van wat hier gebeurde. Maar er wordt van die filmer die maakt een dvd voor ons. En wij die zorgen dat jullie allemaal een dvd krijgen van deze voorstelling. Zodat jullie in de late stadium altijd een keer het hele verhaal helemaal na kunnen zien. Hier tussen ook ergens onze vaste pianist. Ludo de Groene. De bloemen voor het orkest. Hallo, wat denk je? Ludo. Dat zie je niet. Dat gaat niet lukken. Maar de bloemen die zullen wij straks even aan Ludo overhandigen. En die mag ze dan in ontvangst nemen namens het hele orkest. Hartstikke bedankt. Geweldig gedaan. Bij Richard terecht. Richard heeft ongelooflijk hard gewerkt. Die heeft alle arrangementen gemaakt voor ons koor en voor allerlei individuele orkestleden. Die heeft heel hard met ons geoefend, het hele jaar door, met veel geduld. En soms ook niet. Maar meestal wel. En het resultaat is dat hij ons tot ongekende hoogte heeft weten op te zwepen. Dus Richard, onze vaste dirigent. De muzikaal leider van dit hele gebeuren vandaag. Het was geweldig. Een hartelijk applaus. We weten, Richard houdt van bloemen en van chocola. Dus we hebben chocoladebloemen voor hem. Dan wilde ik u hartelijk bedanken voor uw komst. Heel fijn dat u er was. En wel thuis en heel graag tot ziens.